Voor het eerst mogen supermarkten in de stad open op zondag. Tot nu toe had de Jumbo samen met een aantal kleinere avondwinkels het alleen recht. Maar een meerderheid van de raad besloot onlangs dat daar maar eens een eind aan moest komen. Natuurlijk hebben we als ondernemers dat gedacht van jongens, waarom zij het alleen recht en waarom mogen we met z'n allen niet. Maar aan de andere kant, wij moesten zelf een beetje aan het idee wennen. Dus geen jaloerse gevoel daarover gaat, absoluut niet. Nee. De supermarkt had niet verwacht dat het meteen al zo druk zou zijn. Al voor 12 uur stonden de mensen voor de deur. En de kassa, die rinkelt aan één stuk door. Dat voelt als muziek in de oren, ja, dat klopt. Ik had net met de supermarktmanager zelfs al achter de kassa zitten omdat het gewoon te druk was. Dus dat geeft goede moed voor de toekomst. Aan de andere kant is het voor de kleinere winkels haast niet op te brengen om open te gaan. De supermarkten moeten flink de portemonnee trekken, want medewerkers hebben recht op een zondagstoeslag. Ik denk dat de kleine ondernemers daar inderdaad niet heel blij mee zullen zijn. Dus voor ons en grote concerns, dan zijn wij natuurlijk ondernemer. Maar goed, we zijn aangesloten bij een grote formule in dit geval. Levert dat meerwaarde op. Maar voor de kleine ondernemers denk ik dat het heel lastig is. Maar de consumenten zijn er maar wat blij mee. Ja, hartstikke mooi. We hoeven niet elke keer naar de alle grote supermarkten rijden. En lekker dichtbij hier bij de Amsterdam. Dus erg blij mee. Vooral als je allebei werkt, dan is het... Dat is makkelijk als de winkel elke dag open is.